Dank u wel en een hele goede middag namens mij. Dus mijn naam is Katrien. Ik heb wiskunde gestudeerd en ik werk thans aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. En ik ga jullie een aantal samenwerkingen schetsen tussen mijn onderzoek, mijn onderzoeksgroep en een aantal bedrijven, in casu verzekeraars, maar ook andere spelers. In mijn titel staat de formules, dus mijn wiskundige achtergrond, die verklaart dat we dat vanuit een kwantitatief perspectief gaan doen. Dus dat zal u ook zien terugkeren in de topics die ik kort zal noemen. Dus als ik een aantal thema's uit mijn onderzoek kan schetsen en daarbij kan aangeven hoe we samenwerken met private spelers daarvoor, laat me dan toe om te beginnen met een fonds opgericht door het Instituut van Actuarissen in België. En dat instituut is overkoepelend voor de verzekeringssector en brengt mensen samen, actuarissen, die werken rond die wiskundige kant van verzekeren. En in dat fonds was eigenlijk onze missie om een verouderd perspectief om te kijken naar sterftekansen en het omgaan met sterftekansen bij het waarderen van pensioenen, het waarderen van levensverzekeringsproducten, om dat eigenlijk een nieuw elan te geven vanuit een wetenschappelijke achtergrond. Om een connectie te maken met de vorige lezing, eigenlijk wat we in het kader van dat fonds ontwikkeld hebben, is een nieuwe stochastische kijk op hoe je met die sterftekansen moet omgaan en hoe je projecties van die sterftekansen naar de toekomst toe kunt opstellen. En aan de hand daarvan kan je vragen beantwoorden, zoals welke scenario's verwachten we voor de levensverwachting in de toekomst, welke scenario's kunnen we uitrekenen als we evoluties in de pensioenleeftijd zouden willen bekijken. En eigenlijk de aanpak die we daar bedacht hebben, die heeft dus een connectie met de lezing van professor Van Ecke, in de zin dat we echt een Europese aanpak gepakt hebben. In de zin van, in plaats van alleen te kijken naar Belgische data, gaan we ook kijken naar de data van ons omliggende landen en die informatie samen gebruiken. Dus dat is een eerste thema dat ik kort wou aanhalen. Voor de volgende topics ga ik het hebben over concrete samenwerkingen met verzekeraars in België. Zo ben ik titularis van de Argenta-leerstoel, die zich richt op schadereservering. Laat mij dadelijk uitleggen wat dat betekent. Dus het idee van zo'n leerstoel is dat we eigenlijk in een formule van mecenaat, dus een hands-off onderzoek, de vrijheid krijgen als onderzoekers om te gaan nadenken over een bepaald thema, een thema dat in dit kader relevant is voor het actuariële departement van Argenta. En waar we hier naar kijken is eigenlijk het uitrekenen of het bepalen van de kapitaal dat een verzekeraar gaat aanhouden om in de toekomst aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. En in dit kader gaan we specifiek kijken naar bijvoorbeeld autoverzekeringsproducten, brandverzekeringsproducten. Hoe kan die verzekeraar genoeg euro's, genoeg kapitaal aanhouden om ervoor te zorgen dat hij ook in de toekomst de schades kan afhandelen die zich hebben voorgedaan. Dus zoals u ziet, dat heeft echt een predictieve invalshoek. Dus we proberen daar te leren uit patronen, uit data die we verzameld hebben, of die Argenta verzameld heeft, uiteraard in het verleden, over het zich voordoen van schades en de impact van schades, dus de hoogte van schades. En daaruit proberen we via wiskundige technieken, via analytische modellen, opnieuw te genereren, wat verwachten wij dat we in de toekomst gaan nodig hebben? Wat verwachten we dat zich in de toekomst gaat voordoen? En hoe kunnen we daaruit die kapitaalvereisten gaan berekenen? Een volgend topic is een samenwerking met Ageas. Ageas heeft de voorbije 4 jaar een leerstoel gesponsord rond heel breed insurance analytics. Dus dat is het inzetten van data bij beslissingsprocessen binnen de verzekeraar. En die leerstoel die gaat nu zijn tweede termijn in. Dus we spreken hier dan toch over een samenwerking over een periode van 8 jaar. Met verschillende divisies binnen Ageas. Dus Ageas is een verzekeraar die weliswaar in Brussel gebaseerd is, maar die ook internationaal operationeel is. Dus dat geeft voor ons ook een heel interessant perspectief om niet alleen naar de Belgische markt te kijken, maar ook om daarbuiten te leren. Dus zoals onze collega in de inleiding al zei, hier, als ik het woord pricing hier noem,
dan gaat dat over het berekenen van premies. Wat is een faire premie? Hoe gaan we premies differentiëren, dus laten verschillen tussen verzekerden of tussen verzekerde bedrijven op basis van een aantal karakteristieken, zonder dat dat de solidariteit gaat ondermijnen. Wat onze rector ook al noemde in het filmpje. Dus hier kijken we, hoe kunnen we uit die grote bak van data, hoe kunnen we daar patronen herkennen en hoe kunnen we dat inzetten om op een slimme manier die premiestelling te gaan innoveren en te gaan verbeteren. Wat daar belangrijk is dat we natuurlijk als onderzoekers, als academici, daar een hele open mind set hanteren. En dat uitlegbaarheid, dus ook uitlegbaarheid van wat thans heet machine learning technieken, big data technieken, voor ons heel belangrijk is zeker een cruciale rol speelt. We werken daar in samenwerking met de Belgische divisie, met AG, werken we daar ook rond het bestrijden van verzekeringsfraude en gaan we ook kijken van op welke manier kunnen we uit die grote hoeveelheid schades die binnenkomen, kunnen we daar de niet zo koosjere schades, kunnen we die er gaan uithalen en detecteren. De vreemde eend hier in de bijt is Atlas Copco. Dat is helemaal geen verzekeraar, maar een producent van bijvoorbeeld compressoren met Belgische zetel in Wilrijk. Samen met een collega van de faculteit, Robert Boete, werk ik ook samen met Atlas Copco in het kader van een leerstoel. En de inzet daar is dat Atlas Copco naast vervaardigen van compressoren ook een service naverkoop wil afleveren. En belangrijk bij een dergelijke service en het servicecontract dat je daar aanbiedt, is om een inschatting te maken van hoe vaak treedt een faling op en als een faling optreedt, wat is dan de impact van die faling? Dus u ziet daar misschien al de connectie met wat een verzekeraar doet. Die biedt eigenlijk ook een dergelijk contract aan. Dus dat zijn een aantal thema's waar ik rond werk. En wat hier heel belangrijk is om te benadrukken, is dat dat dus een samenwerking is tussen wetenschap en business aan de ene kant en aan de andere kant. Nu, waarom is dat voor mij belangrijk en waarom maakt dat echt een verschil voor het werk dat ik probeer te doen? Wel, laat me daar drie perspectieven aan toevoegen. Uiteraard zorgen die samenwerkingen ervoor dat wij ons team van onderzoekers kunnen opzetten en kunnen laten werken. Dus die financiële steun is natuurlijk heel belangrijk. Wat ik daar ook heel, heel graag wil noemen, zijn de productieve interacties die dergelijke samenwerkingen gaan opleveren. In de zin dat, bijvoorbeeld in het kader van de leerstoel met Argenta, blijven wij niet hier in Leuven werken op een dataset van Argenta, maar we gaan uiteraard geregeld om de zoveel weken dat voorstellen aan de mensen, aan de actuarissen die bij Argenta werken met dat soort problemen. En worden we echt uitgedaagd in twee richtingen om te kijken van hoe willen we naar dat probleem kijken en hoe kunnen we daar wetenschappelijke bijdragen rond leveren. Dus dat is belangrijk. Een tweede punt. Mijn onderzoek zou niks zijn als ik geen toegang zou hebben tot de data waar deze bedrijven over beschikken. Dus dat is voor mij echt belangrijk voor het soort werk dat ik doe. Uiteraard heb ik ook collega's die meer theoretisch werk verrichten. Maar bij ons is het de bedoeling om echt uit die data te leren. En de problemen die je daar ziet, of de uitdagingen die je daar ziet bij verzekeringsdata, om die ook zodanig uit te kleden en er zodanig wetenschappelijk of fundamenteel rond te werken, dat we ook echt bijdragen creëren die ook in andere disciplines van nut kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld in het kader van de AGEAS-leerstoel hebben we heel fundamenteel gewerkt op een algoritme, zeg een statistische procedure, om met bepaalde uitdagingen om te gaan. En dat wordt ook opgepikt bijvoorbeeld in biostatistiek, bijvoorbeeld in andere disciplines. Dus het is niet zo dat we tot die bubbel van dat verzekeringsverhaal beperkt blijven. En dan tenslotte, wat is heel belangrijk, we brengen als academici een reproduceerbaar verhaal. En dat is ook iets dat ik heel hard probeer door te trekken in die samenwerkingen met het bedrijfsleven. En denk aan dat Europese sterftemodel waar ik het eerder over had. Wel, daar is echt de bedoeling, of daar hebben we er echt op gewerkt, om dat ook echt te gaan uitleggen aan die
technici of die actuarissen die actief zijn bij verzekeraars, zodanig dat men daar ook echt zelf mee aan de slag kan gaan en zodanig dat men daar ook echt uit kan leren en dat ook echt kan gaan inzetten. Dus dat openen van die box is heel belangrijk. Tot slot, ik werk daar uiteraard niet alleen op. We hebben een overkoepelend instituut, we noemen dat L-Risk hier, waar de L uiteraard staat voor Leuven en de risk voor alles wat te maken heeft met het analyseren van risico's. Niet alleen de verzekeringsrisico's, maar ook financiële risico's. En binnen dat instituut proberen we dergelijke problemen ook vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En dus mijn kant is echt die van de wiskundige kant, de heel analytische kant. Maar ik treed binnen dat instituut ook echt in interactie met collega's van de faculteit rechten, die meer weten over de juridische kant, de reguleringskant, maar ook met collega's van de faculteit sociale wetenschappen, om te bekijken en om ook echt aan elkaar uit te leggen, ja, als jullie verder gaan, of als wij verder gaan met die machine learning, met die big data technieken, welke implicaties kan dat dan hebben, bijvoorbeeld voor solidariteit? Dus in dat instituut proberen we die problemen vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Dus dat was mijn verhaal, dank u wel.